David, wakker worden. Wat? Je staat voor de auto vast. Ach, nee. En David, heb je een beetje lekker geslapen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik even mijn iPad voor raadplegen. En zo te zien heb ik goed geslapen. Ik heb hier namelijk de Gear 4 Renew Sleep Clock. Dat ziet eruit als een doorsnee wekker dock voor je iPad, iPhone of iPod. Maar hij kan veel meer, want deze dock die houdt namelijk je slaap in de gaten, je slaappatronen. Dit is een typisch voorbeeld van een quantified self gadget die heel populair zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Fitbit armbandjes en de Jawbone up armbandjes die bijhouden hoeveel stappen je neemt en of je trappen loopt. En ik geloof de Jawbone up zelfs hoe je slaapt. Maar die hebben allemaal, ja, die vergen allemaal dat je iets draagt. Een armbandje. Je hebt zelfs een iPhone app die je slaap in de gaten kan houden. Maar bij de Renew Sleep Clock zit de sensor die jou in de gaten houdt ingebouwd. Deze staat op je nachtkastje naast je bed. Ga je slapen, dan plaats je je iPad bijvoorbeeld in de dock. En dan druk je op de knop Go to Sleep. Ergens in het frontpaneel zit een sensor ingebouwd. Wat voor sensor dat is een beetje onduidelijk. Maar hij schijnt zo over je bed heen. En als jij dan aan het ademhalen bent, of je draait je om, dan houdt hij dat allemaal bij. En dat is belangrijk, want als je bijvoorbeeld in een diepe slaap zit, dan lig je nagenoeg in coma en ben je nagenoeg verlamd. Dus je beweegt helemaal niet. Dat kan hij registreren. Lichte slaap, dan ben je natuurlijk aan het woelen en aan het doen. Houdt hij allemaal bij en hij houdt ook bij of je midden in de nacht enkele keren wakker geworden bent. Volgende morgen kan hij jou wekken op een gunstig moment. Dus je geeft aan, het is, ik wil om zo ongeveer 7 uur tot 7:30 wil ik wakker worden. Renew Clock, kies dan een moment dat ik net in een lichte slaap zit. Dan kan je kiezen voor radiostation, FM radiostation, een eigen tune. Of de bekende vogeltjesgeluiden die heel langzaam steeds harder wordt, zodat je prettig wakker wordt. Nou, dan kan je het een en ander aflezen over je slaap. Ik kan bijvoorbeeld even naar de nacht kijken hoe ik geslapen heb. Dan zie je hierboven witte staafjes. Die geven aan hoe vaak je wakker bent geworden. Deze blauwe streepjes geeft aan dat je in een lichte slaap was. En die streepjes naar beneden was de diepe slaap. Ja, daar kan je een weekoverzicht, een maandoverzicht of een jaaroverzicht van krijgen. Er zit ook een journal functie in. Want stel dat je slaapproblemen hebt, dan kan dat soms aan wat je gegeten hebt liggen, of je hebt te veel gedronken, of je te weinig bewogen, of juist heel veel bewogen. Dat kan je allemaal bijhouden. Maar ja, hoe betrouwbaar is dat nou eigenlijk? Dat kan je bijna niet controleren, want als hij aan het meten is, dan lig ik te slapen. Wat ik wel kan controleren, dat heb ik ook gedaan, vrijdag op zaterdag, is hoe vaak ik wakker werd. Ik heb dat echt onthouden. En ik werd 3 keer wakker in die nacht. En dat geeft hij niet weer. Want een van de dingen die ik ook ontdekt heb, die sensor die hier ergens zit, die moet goed over mij heen kijken. Dus als iets te laag staat, misschien dat hij mij dan niet goed ziet. Ik heb hem ook een nacht op een stapeltje boeken gehad, zodat hij iets hoger over mij heen scheen. Dat leek beter te werken. En ik vraag me af hoe het is als je met een partner in bed ligt, of jouw partner die komt thuis van ploegendienst om 3 uur 's nachts. En die beweegt door die sensor heen, kruipt over het bed. Wat gebeurt er dan met die data? Ja, kortom, ik vertrouw dit niet helemaal. Ik vind het wel heel leuk. Maar of het echt nuttig is, ja, dat vraag ik me af. En dat geldt niet alleen voor die Gear 4 Renew Sleep Clock als quantified self-gadget. Maar dat heb ik ook bij de Jawbone app en de Fitbit. Ik bedoel, een polsbandje die je bewegingen bijhoudt. Maar zoals ik wel eens heb laten zien, als ik met de kat speel, dan heb ik na 5 minuten volgens zo'n ding een kilometer gerend. Al met al is het een prima wekkerdok. En dan geef je een beetje inzicht over je slaapgedrag. Maar er hangt ook nog wel een stevig prijskaartje aan. Want hij kost namelijk €199. Dat is best wel veel voor een wekker. Tot de volgende keer. Ik ga even slapen.